vandaag mooie aftrap. Afgelopen vrijdag hadden we al Tom de Graaf van D66 in de studio. Vandaag meneer Fortuyn. Meneer Fortuyn, mag ik u tatoeëren eigenlijk in dit programma? Nou, tatoeëren niet, tutoeëren wel. Oh, dat wel. Mag ik Pim zeggen dan? Ja hoor. Wanneer gaat u weg? Hoe ver moet ik gaan dat u wegloopt? Ik loop nooit weg. Dus u kom blijft je daarbij? Dat is allemaal mediaverhaaltjes. Ik word wel eens boos. En dat lijkt me heel goed, want daar heb je er ook geen last van. Hè? Als je eenmaal boos geweest bent, is het ook meteen klaar. Ik heb ook nooit ruzie met iemand. Boos geweest, zat erover, klaar. Dus al vindt u me tussen nu en 6 uur een enorme lul, dan blijft u zitten. Ja, ik heb ook mediaadviseurs, hè? Dat moet ik. Oh, dus u blijft zitten voorlopig? Ja, voorlopig wel. Nou, dan gaan we nu beginnen. Wil.nl op 3FM. Danny Warhols hadden we, Bohemian Like You en daarvoor Hazes. André van voren, André Hazes en Zij geloofde mij, is een van de favoriete platen van Pim Fortuyn. Wat heb je nou eigenlijk met André Hazes, Pim? Oh, ik heb veel met het Nederlandse levenslied. Ik vind trouwens Vuile Hagelaar, pak jij je koffers maar, dat vind ik er nog veel mooier. Die van René de Haan, die van Vuile Hagelaar. Echt hoor? Ja, die vind ik echt schitterend. Zing je dat thuis dan ook in de badkamer? Nee, niet. Maar dat als je veel in... dat kwam ik, want dat kan tegenwoordig niet meer. Ik heb geen tijd meer voor. Maar als je dan in homocafés komt, dan wordt dat soort muziek veel gedraaid. Hoe zou je daar niet komen? Dat ligt toch altijd uit? Ja, maar het probleem is, ik heb het zo ontzettend druk. Ik ben met iets anders bezig op het ogenblik, zoals u weet, verkiezingsstrijd. Zeg maar, joh. En dan zit er heel weinig tijd in om leuke dingen te doen. Ik heb eigenlijk nauwelijks een privéleven. Rutewild.nl, vandaag in de studio Pim Fortuyn van LPF, lijst. Pim Fortuyn, wie heeft dat verzonnen? LPF? Nou, toen ik uit Leef Maar Nederland werd gezet, ja, toen was het wel duidelijk dat het om mijn persoon ging en mijn programma. Ja, toen hebben we gezegd van ja, laten we die lijst dan ook maar de naam meegeven. Dus niet weer iets anders verzinnen. Nou, dat is de reden, geen enkel ander. Ik heb er zin aan een partij. Pim Fortuyn. At your service, meneer. Dat ja, wie is heeft, het dat, meer. Heeft dat iemand bedacht dat je dat. Nee, heb ik zelf bedacht. En het was heel tricky. Want het gebaar moest wel begrepen worden. Maar het werd onmiddellijk begrepen. Dat is het gebaar wat de Amerikaanse president maakt. Om aan te tonen dat de publieke dienst er is ten dienste van de burgers. En dat is precies wat ik in Nederland misvind. Je hoort ministers ook vaak zeggen, ik steek daar zoveel geld in. Dat is natuurlijk de grootst mogelijke nonsens. Het is ons geld wat zo'n minister dan aanwendt voor dat en dat doel. Mm. En dat zie je bij heel veel publieke dienstverlening, ambtenaren, bestuurders doen alsof dat van hen is, maar dat is niet van hen, het is ten dienst van de burger. En dat moet je ook uitstralen. Dat was het gebaar wat ik maakte. En prachtig dat het lukte. Maar je gaat wel voor de hoogste in rang, hè? Je wordt of premier of fractievoorzitter, dat zijn je wensen. Ja, dat heeft te maken met het feit dat ik wil een grote verandering in dit land. Op die terreinen waar we het net over hebben gehad. Vreemdelingenbeleid, gezondheidszorg, veiligheid en onderwijs. Dus echte herstructurering. En dan heb je iemand nodig die dat ook kan. En ik denk dat ik dat kan, niet omdat ik beter ben dan de rest, maar ik kom van buiten. Ik zit niet in. Maximaal 8 jaar, hè? Ja, precies. Misschien moet je na 4 jaar al zeggen wie er een ander, omdat ik dan weer ingekapseld ben. Dat kan best. En wie is een goede opvolger voor Pim Fortuyn? Nee, je zit het veel te politiek te bedenken. Ja, dat is een programma. Nee, ik kan dus wel de concepten neerleggen en de richting aangeven. Maar het zijn de dokters, de verpleegsters, de onderwijzers, de agenten die het moeten doen. Dat kan ik niet alleen. En vandaar ook dat als je op me stemt, begint het na 15 mei voor mij, maar ook voor degene die op mij gestemd hebben. At your service. Wij moeten met z'n allen. Kijk, heel prachtig wat die Amerikaanse president Kennedy zei. We moeten eens even en 4 jaar lang zeggen van, vraag niet wat het land voor jou kan doen, maar vraag je af wat jij voor het land kan doen. En dat vraag ik van al mijn kiezers. Nou kijk, wij hebben een hele geschiedenis met de naam alleen al, publieke omroep. Het is natuurlijk helemaal geen publieke omroep. Het is een verzuilde omroep en de verzuiling in dit land is voorbij. Maar goed, maak daar dan maar eens een eind aan. En dat heeft een hele lange geschiedenis, dus niet eenvoudig. Voor mij heeft het absoluut geen politieke prioriteit. Dus als ik met verzuilde partijen
zaken moet doen, ja, goed, dan zal het nog wel een tijdje zo bestaan. Ik vind de zenderkleuring al een hele stap vooruit. Zou je mij eruit laten als je premier wordt? Nee hoor, je mag bij mij op het katshuisplaatsjes komen draaien. Dat vind ik helemaal niks. Radio Pim. Dat is wel. Dat we op het katshuis thee komen drinken. Jullie grijpen ook alle gelegenheden aan. Sorry? Ik zeg, je gepakt ook elke gelegenheid ogenblikkelijk aan. Er worden meteen zaken gedaan. Nee, je wil mijn stropdas hebben. Ik wil alleen je stropdas hebben. Je wil de studio in het katshuis hebben. Je bent wel brutaal. Ik moet met jou opletten. Hoe staat dat nou? Wat was jij daar nou aan het doen op die parkeerplaats? Nou, ja, Jeroen kijken in vechten. Nou, ik was alleen maar even naar, aan het zoeken naar je aanhang. Pim, ja, want die was niet in Rotterdam te vinden. Nee, mensen mijn durven aanhang het niet. Is overal. Dat is in de zelfbediening, op parkeerplaatsen. U kunt het zo gek niet bedenken. Misschien wel zelfs. De koningin mag zo ook stemmen. Ja, ik geloof het wel. Ja, volgens mij wel. Ze zal niet zeggen op wie. Nee, niet op jou, denk ik, de koningin, hè? Dat weet ik niet. Nou ja, je bent toch tegen het koningshuis? Tenminste helemaal niet tegen het koningshuis. Nee, maar het is allemaal wel overdreven wat daar gebeurt. Wat? Maar in het koningshuis, dat is wat je uitdraagt. Nou, ik vind, wat ik een hele leuke man vind, dat is Prins Bernhard. Maar je bent toch lid van het Republikeins Genootschap? Je bent toch lid van het Republikeins Genootschap? Ja, maar dat heeft veel meer te maken met dat ik een Republikeinse staatsvorm vind de meest democratische en rationele saai, dat is toch saai. Nou, dus maak ik er ook geen probleem van. Ik geloof dat 95% van de Nederlandse bevolking tevreden is met de monarchie. Nou, u denkt toch niet dat ik daar een punt van ga maken? Duitsers kijken jaloers naar Nederland. Zouden willen dat ze zo'n koningshuis hadden. Heb je kapzones? Ik? Ja? Vind ik niet, maar er zijn mensen die dat wel vinden. Hoe oud wil je worden eigenlijk? Daar ga ik niet over, maar toen ik een jaar of 14, 15 was, had ik al het idee, ik word een jaar of 86, 87. En dat is echt nooit meer uit mijn hoofd gegaan. Niet. De gevoelsleeftijd, om het maar zo te zeggen. En mijn moeder is bijna 85 geworden, mijn vader 87, dus het zou kunnen. Welke vloek gebruik je als je heel erg boos bent? De vloek, die kan ik hier niet herhalen, maar GVD en dan voluit. Echt waar? Ja. En galmend door het huis, door plat. Ja, maar dan moeten we echt. Dan weet je, als mijn kop stoot. Hè? Ik heb geen haar. En als je kop stoot, dan doet het zo ongelooflijk pijn. Ja, dan wil dat wel eens misgaan. Of als de hond op de bank plast. Nee, nee, want die doet dat niet. Maar ik ben wel zo opgevoed dat ik daarna schuldgevoel heb als ik zo'n vloek heb gebeten. Een stukje zeker dat raak je dus ook nooit meer kwijt. Maar wat denk je dan dat er gebeurt? Dat God op zijn troon zit en denkt, Pim, dat heb ik gehoord. Ja, je mag zijn naam niet oneervol gebruiken. En dat doe je dan op je dat moment wel. Je bent heel katholiek, hè? Wel. Ja, katholiek jongetje, katholiek opgevoed. Maar ook een intellectueel. Dus ik geloof, kijk, in die zin geloof ik niet in de traditionele zin van dat wij nou de waarheid in pacht hebben. Hè? God, ik heb een heel spinozistisch godsbegrip. En dat komt hierop neer dat ik denk dat God zich in de wereld op heel verschillende manieren laat kennen. Dus net zo goed door de natuurgodsdienst als door het boeddhisme, het hindoeïsme, islam, jodendom, christendom. Mag je nou je stropdas hebben? Nee. Nee, het was niet aardig genoeg tijdens dit programma. Misschien wat een volgende nou keer. Voor gelul. Je had gewoon wat meer. Kom hem maar ophalen op het katshuis, dan krijg je hem. Daar hou ik je aan dan, hè? Dat is heel krijg goed. Ik nou koffie? Maar de kiezer bepaalt het op 15 mei. Ja, zeker. Dat is chantage, want nou zet je onze kiezers onder druk om op jou te stemmen, zodat Ruud een stropdas krijgt. Als dat een reden zou kunnen zijn. Infantiele luisteraars ik heb, dus iedereen gaat nu stemmen op jou en dat vind ik heel erg. Doe dat niet zo lullig. Doe dat gewoon, zometeen, dan maak ik geld over jij mijn adres. Nee, jongen, ik moet gewoon keurig verschijnen in Leeuwarden. Ja, je kunt het toch morgen opsturen? Nee, doe het niet. Ruud, laat maar. Ik vraag het wel aan je chauffeur dan. Maar wat vasthoudend ben ik, hè? Maar prijs ik dat in. Ik ook. Bel je chauffeur nu. Dan zeg ik het tegendeel van menig politicus. Ik bel nu je chauffeur op. Ik vraag of je chauffeur jou wil overhalen straks in de auto. Alsjeblieft. Ja, wat is er? Ik heb veel koptelefoon op zitten. Pim, dan kun je meeluisteren. Hallo? Dag meneer, met Ruud de Wild spreekt u. U bent op de radio. U bent de chauffeur van de meneer Fortuyn, hè? Ja, dat spreekt u mee. Wilt u zometeen in de auto zeggen of u morgen alsjeblieft de stropdas wil opsturen naar Ruud de Wild? Ik zal het proberen. Niet doen hoor, Hans. Laat hem maar kletsen. Hans, ik vind je goed. Dag, Hans. Geef je alleen nog maar medeklinkers. Nou, dat was het. Vond je het leuk?
zijn we uit de uitzending. Nou, volgens mij zitten we er nog in. Ja, we zitten nog in, maar dan proberen dus mijn, we mijn commentaar zou ik nog even... Kijk, dat is dat het, zolang dat rode lampje brandt... Ja, dus maar ik vond het ontzettend gezellig wel, met jullie. Maar ja. Vond je de diepgang van een stoeptegel of vond je van een plas water. Maar even langs de McDrive. Vond je het een kut interview dit? Nee hoor.